Ik ben een illustrator, voornamelijk van prentenboeken. Een aantal bekendere titels zijn Het Geheim van de Keel van de Nachtegaal, Heksenvee, 1 miljoen vlinders. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Ik zit dit jaar 16 jaar in het vak. Ik geef ook les sinds kort. Dat is het eigenlijk. Het is bijna een fulltime bezigheid, prentenboeken. Hoe zou jij je eigen stijl omschrijven? Dat vind ik een zeer moeilijke vraag. In Frankrijk noemt men het neoclassiek zo qua stijl, omdat het is vooral, ik doe alles nog met de hand, ik schilder alles, ik werk met acrylverf. Het is vrij gestileerd, denk ik. En er zit een grote portie melancholie in. Heb je bepaalde thema's waar je vaak tekeningen over maakt? Of? Niet bepaald. Het hangt vooral af van teksten die mij toegestuurd worden en of die mij inspireren of niet. Dus dat is eigenlijk de leidraad die je volgt als illustrator natuurlijk. Zijn er bepaalde plaatsen of omstandigheden die jij nodig hebt om goed te kunnen werken? Achtergrondgeluid. Dat heb ik absoluut nodig. Ik kan niet in totale stilte werken en ik kan ook niet werken met muziek en zo. Dus ik heb iets nodig wat mij verstrooit, maar dan ook niet al te zeer verstrooit.